Nou, we zijn hier in Café de Bel, waar vanavond een ukuleleavond wordt gegeven. Het begint met een workshop. En die wordt gegeven door dit stel. In de afloop gaan ze een optreden geven, maar eerst een workshop. Nou, wil je je eigen even voorstellen? Ik ben Shelley Ricky. Ik kom uit Amerika. Oké. Okay. Ik ben Marco, ik kom gewoon uit Oude Noorden. Oké, okay, nou ja, wat gaan we doen hier vanavond? Ukulele spelen. Oké. Okay. Wij brengen 25 ukuleles. Als je geen ukulele hebt, dan kun je ukulele huren voor €2. En kan iedereen meespelen. Dus we beginnen met een workshop. En dan daarna hebben we een concert, meestal met een internationaal ukulele performer. Vanavond hebben we Frédéric Henry van Frankrijk. Oké, en nou, misschien kan je eerst even vertellen, wat is een ukulele voor de mensen die het niet weten? Het is een viersnarig, gitaarachtig, heel klein instrumentje. Het klinkt heel vrolijk, het is heel makkelijk te spelen, geen frustratiegrens. En het is voor iedereen haalbaar om binnen een avond muziek te maken, muzikant te worden. Oké, okay, en hoeveelste keer is het dat je dit doet vanavond? Dit wordt de derde keer hier in de Café de Bel. En ik hoorde dat je het ook op andere plaatsen wil gaan doen in de Oude Noorden. Ja, we gaan bij het klooster, een buurthuis is dat, bij Humanitas. Natuurlijk hier in deze kroeg. En op twee scholen gaan we beginnen, lagere scholen. En dan gaan we een workshop geven. We gaan mensen optreden op de eigen locatie en daarna komen iedereen bij elkaar. En dan maken we één groot ukulelefeest ervan. Is het voor het eerst dat je weet dat dit gebeurt? Of gebeurt het op andere locaties ook al? Nee, er zijn wel andere mensen die ook zoiets doen. Maar dan is het meer een show, laat maar zeggen. En dan mensen spelen ook mee. Maar dan ligt meer de nadruk op de show voor de... Ja, dan is het meer een performance van de mensen die dan die workshop geven. En bij ons, wij willen echt de nadruk leggen op de mensen ukulele leren spelen. Wij willen van non-muzikant. Je komt binnen als non-muzikant en 's avonds ga je naar buiten als muzikant. Oké, okay. En moet je er wel muzikaal voor zijn een beetje of niet? Iedereen is muzikaal, iedereen heeft ritme. Als je geen ritme hebt, dan zou je niet eens kunnen lopen, laat maar zeggen. Dus iedereen heeft een ritme. Je moet het alleen eventjes kanaliseren naar je vingers toe en met je rechterhand. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ukulele is natuurlijk gewoon een oud instrument dat helemaal niet meer populair was. En dat het nu weer populair is geworden. Waardoor komt dat? Ja, ik weet niet hoe dat komt, maar er is nu een programma in Engeland op de basisschool. Er zijn jarenlang programma's in Canada, maar hoe dat boom komt weet ik echt niet. Maar... Het tegenhangen van alle computer en Gameboys en Xboxen en weet ik het allemaal, dat mensen toch iets echts in de handen willen hebben. Je hebt natuurlijk ook, ik weet niet hoe dat computerspelletje heet, Guitar Hero of zo. Dan kan je met een of ander plastic ding in je hand, kan je dan Guitar Hero spelen. Maar ja, dat is niks. Dat is hetzelfde als flipperen op een computer. Dat slaat nergens op. Het is zelfs therapeutisch als je dat ding op je schoot hebt en je laat hem rinkelen. Dan word je er gewoon vanzelf rustig van. 1, 2, 3, 4. Goodbye, gaat dat met de lessen? Snappen de mensen het? Of, Ja, we komen meestal, krijgen we twee akkoorden erin en mensen kunnen een beetje meedoen bij het eind van de avond. Dat was C vergeten, F hier.